Yo mensen, het is je boy Melexo en welkom bij een nieuwe aflevering van Ballershack on Tour episode 5. En bij deze episode waren we aanwezig bij de wedstrijd van AZ onder de 13 tegen Ajax onder de 13. Maar ik heb zeker genoten van wat ik heb gezien. Geweldige wedstrijd was dit. En een groot shout-out naar de twee boys, Kiandro en die Feyenoord. Thanks voor de uitnodiging. En ik wil niet veel praten. Vergeet niet te abonneren jongens. Vergeet niet te liken, vergeet niet te delen. En dan gaan we nu beginnen met de wedstrijd. Let's go. Yeah.
Oké, jongens, dat was de wedstrijd. Zo. Oké. Wat een wedstrijd. Als eerst gaan we beginnen met Kiandro. Ik vond dat Kiandro supergoed speelde. Verdedigend. Heel goed. Rechtsback. Ik vond het zo mooi dat hij die focus had. En hij bleef bij die stiekem spits. Dat vond ik zo mooi. Want er waren momenten dat er bijvoorbeeld een buitenspeler van Ajax supergoed kon dribbelen. En dan kwam er een middenvelder en een verdediger dan tegen die buitenspeler aan. En dan is het heel moeilijk als verdediger zijnde om die focus te verliezen. Maar Kiandro hield die focus en bleef bij die stiekem spits. Dus ik weet 100% dat Kiandro die focus kan houden. Voor de volgende keer Kiandro blijft dat aanhouden. Dat is super belangrijk wat je deed. Super goed. Hou die focus echt gewoon de hele wedstrijd lang. Kiandro, je moet gewoon houden in je hoofd dat die buitenspeler is eigenlijk jouw competitie in die wedstrijd. Hoofd al dat die speler, die buitenspeler, hij komt niet langs jou. En je gaat er alles voor doen dat hij niet langs jou komt. Wel positief op een goede manier. Je bent toch niet gek natrappen, dat niet. Maar gewoon dat je aanhoudt van, hé, luister dan, deze buitenspeler. Jij komt vandaag niet langs mij. En ik ga er alles voor doen dat jij niet langs mij komt. En dan komt het 100% goed. Maar je hebt het super goed gedaan, dus goed shout-out naar jou, Kiandro. En laten we nu beginnen met Divino. Divino was echt moeilijk, want weet je waarom? Ik dacht eerst dat Divino nummer 7 was. Maar dat was dus niet. Dus ik zei nog in een recap video op TikTok, Divino had gescoord. Maar Divino had niet gescoord, want uiteindelijk hij kwam er wat later in. Dus mij ben Divino. Dus ik heb niet fully gefocust op jou. Wat ik wel super goed vond, is dat je je teamgenoten ging aanspreken op het moment dat er fouten waren. Dat vind ik super mooi om te zien. Dus blijf dat doen ook. Blijf focused. En zelfs voor jou ook gewoon. Hou die focus aan. Elke stap dat je zet op die veld. Zorg ervoor dat je koud maakt. Dat je scheurt. Dat is het belangrijkste. Scheuren of thuis blijven. Jongens, jullie weten het. Ja, voor de rest, jongens. Blijf doorgaan. Blijf hard werken. Luister naar jullie trainers. Luister naar jullie ouders. Luister naar iedereen om jullie heen. Dat is het belangrijkste. En ook een groot shout-out naar Ajax. Geweldig gedaan. Wat geweldige spelers erin. Oh, ik heb geweldige dingen gezien. Dat ik dacht van, oké, zoals jullie zien, de goals. Wow, dat is, ik heb geen woorden voor. Dus een grote shout-out naar alle Ajax-spelers. En ook een grote shout-out naar alle AZ-spelers. Blijf doorgaan, luisteren naar jullie trainers, luisteren naar jullie ouders. Alles erop en eraan, blijf hard werken. Ook gewoon lief te zijn tegen mensen en mensen te respecteren. Dat is het belangrijkste. Dus daarom, blijf nederig. Blijf nederig. Dus ja, maar voor nieuwe mensen, vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken, vergeet niet te delen. Zeg maar beneden wat jullie vonden van de wedstrijd en zeg maar waar wij next moeten zijn. Ballers, yes. Ik ben Divino, ik ben 11 jaar oud, ik speel wel AZ. Mijn positie is rechtsbuiten en soms linksbuiten. En je kijkt nu naar Ballers direct, scheuren of thuis blijven. Ik ben Leandro, ik ben 12 jaar, ik speel onder 13-1 bij AZ en mijn positie is rechtsachter. En je kijkt nu naar Ballers, react, scheuren of thuis blijven.